Waarom zou de roze stemmer op u moeten stemmen? Omdat we niet alleen de traditie hebben van een emancipatiepartij, maar ook bereid zijn daar lef voor te tonen, ballen voor te tonen. Dus het voorstel dat ik vanavond heb gedaan, we zien wat er gebeurt in Amerika. Laten we niet alleen blijven doen wat wij doen, maar ook opkomen voor de LHBTI over de hele wereld. Zelf zo'n fonds starten. Ons niet laten kisten doordat daar een doodenge conservatieven aan de macht zijn. Ja, daar staat de PvdA voor. Het doorbreken van de taboes. Ahmed Marcouch die de gay pride naar de Slotervaart haalde. Veiligheid bieden, maar ook vieren dat Nederland hierin voorop loopt. Waarom moet de roze stemmer op jou stemmen? Omdat ik met hen zal knokken voor de LHBTI-rechten. En we hebben vanavond geconcludeerd dat zijn mensenrechten. We hebben heel veel bereikt de afgelopen jaren en er moet nog veel gebeuren. En misschien nog wel belangrijker, dat doen we niet alleen. Dat doen we samen met alle andere mensen. En diversiteit is geen bedreiging. We moeten diversiteit weer als kracht zien met al die mensenrechten die daarbij horen. Je zit al best een tijdje in de politiek. Ga je deze keer voor het minister-presidentschap? En zo ja, waarom moet de roze stemmer daar je bij steunen? Ik ga voor het minister-presidentschap. Omdat ik vind als je meedoet, dan ga je voor goud. En ik heb nu een paar keer meegedaan. Ik wil nu vooral dat D66 gaat regeren. Ik ben heel trots dat ik als D66'er in een partij zit met Boris Dietrich, Boris van der Ham, Vera Bergkamp, Pia Dijkstra, Sofie in het Veld. De laatste zit in het Europarlement, die laat geen gay pride in Europa voorbij gaan. En dat is niet altijd makkelijk zoals hier in Nederland. En in die partij hebben we heel veel dingen voor elkaar gekregen. Soms door voorop te lopen, soms door anderen mee te nemen. En ook nu in deze tijd, kijk naar wat er nu in Amerika gebeurt, vind ik het van groot belang dat we de punten die we vanavond ook bespraken nu ook eindelijk gaan uitvoeren. Waarom moet de roze kiezer op jou stemmen? Ja, kijk, artikel 1 is een partij die niet van betutteling houdt en die heel erg staat om voor, weet je, wees wat je zegt. Wij zijn geen partij voor de LGBT community, wij zijn de LGBT community. We zijn geen partij voor vrouwen, de meerderheid van onze lijst bestaat uit vrouwen. We zijn geen partij voor people of color, we bestaan uit people of color. En dat betekent dat alle onderwerpen die vanavond aan bod komen bij ons binnen de partij echt leven. Als het gaat over meer ouderschap, als het gaat over PrEP, als het gaat over trans mannen, als het gaat over genderregistratie, al die zaken die spelen waarlijk binnen onze partij. Okay. Nu zijn er ook een aantal partijen zijn bewust niet aanwezig vandaag. Een van die partijen was Deng. Ja. Hoe verschilt jouw standpunt nu binnen artikel 1 van het standpunt op deze gebieden van Deng? Nou, mijn standpunt is in de afgelopen 20 jaar niet veranderd. Waar ik heel erg blij om ben, is dat ik nu een eigen partij heb waar die standpunten ook tot volle bloei kunnen komen. Het is een spannend pad, het pad van de politiek. Er komen grote offers bij kijken. En dat is geen enkel probleem op het moment dat je idealen van 100% kunt uitdragen. Iedereen die mij kent, ook maar een klein beetje, weet wat die idealen zijn. Hoe lang ik die al heb, ik weet niet beter. En ik ben gewoon heel erg blij dat ik nu in woord en daad deze idealen tot bloei kan brengen. Waarom moet de roze stemmer dan op de VVD stemmen? De roze stemmer zou op de VVD moeten stemmen omdat we bewezen hebben, niet alleen de afgelopen jaren, maar ook daarvoor, dat alle belangrijke bewegingen ter verbetering van hun positie, LHBTI, hebben wij altijd als VVD aan meegewerkt. En dat zullen we ook naar de toekomst toe blijven doen. Daar hebben we vanavond veel over gezegd. Belangrijke besluiten naar de toekomst toe, maar ook naast die emancipatie, veiligheid. Dat je over straat kunt lopen, dat je niet aangevallen wordt omdat je LHBTI bent. Dat je niet hoeft te vrezen dat al die vrijheden die we hier hebben verworven op termijn zullen verdwijnen. Dat is waar de VVD voor staat en daarom zou ik zeggen, stem 15 maart, VVD. Dus alle dingen die vanavond besproken zijn, die gaan ook echt daadwerkelijk gebeuren? Ja, wat de VVD betreft wel en heel veel andere partijen hier vanavond ook. We hebben natuurlijk nog wel eerst even verkiezingen. Dus we moeten even kijken hoeveel zetels we straks hebben met z'n allen. En want dat gaat het uiteindelijk bepalen. Maar de VVD, met de punten waar we het over eens geworden zijn, ja, wat ons betreft, komt dat in een regeerakkoord. Waarom moet de roze stemmer op GroenLinks stemmen? Omdat het in het DNA zit van GroenLinks om te knokken dat iedereen echt zichzelf kan zijn in al zijn diversiteit. We hebben het net uitgebreid over een aantal punten gehad. PrEP bleek een lastig punt te zijn, waar niet iedereen het over eens kon worden. Hoe denken jullie over PrEP? Nou, ik heb hier ook verdedigd dat PrEP gewoon een heel belangrijk aanvullend middel kan zijn om juist heel veel HIV-infecties te voorkomen. En dat het daarmee, nou ja, zowel ook kosteneffectief is, maar ook vooral heel erg veel leed kan voorkomen. Dus ik ben er heel erg voor dat het in het basispakket komt voor bepaalde doelgroepen en met een kleine beperkte eigen bijdrage.
Maar dat het echt gewoon de Nederlandse markt nu opkomt. Ja, dat kan eigenlijk pas vanaf volgend jaar. Maar laten we dan nu de pilots die er zijn uitbreiden. Zodat ook in 2017 heel veel meer mensen PrEP kunnen gebruiken. Waarom moet de roze stemmer op het CDA stemmen? Ik sta nu op nummer 3 van de lijst van het CDA. Maar tot voor kort was ik wethouder in de gemeente Os. Waar ik me heel druk heb gemaakt om het roze jaar in Os te krijgen. En roze zaterdag en zo. Kijk, voor mij is het heel belangrijk dat iedereen geaccepteerd wordt zoals die is. En daar staat het CDA voor. Acceptatie zonder mits en maren en dat bevorderen en handhaven. Mooi gezegd. Nu zei het CDA vroeger ook altijd dat het gezin een hoeksteen is van de samenleving, volgens mij. Meer ouderschap was ook een onderwerp in het debat. Hoe denkt het CDA daarover? Nou, volgens mij is het zo dat het maakt niet uit hoe een gezin eruit ziet. Het gaat er mij om dat een kind veilig en duidelijk op kan groeien. En of dat gezin bestaat uit twee mannen, een vrouw en een man, variaties erop, maakt me niet uit. Het gaat om het kind en om die veiligheid. En de stelling was hier, we moeten dat meer ouderschap zo snel mogelijk invoeren. En ik zeg, je moet dat meer ouderschap zo zorgvuldig mogelijk invoeren, want het gaat mij om het belang van het kind. En het moet niet alleen gewaarborgd zijn wanneer alles goed gaat, maar ook wanneer het niet goed gaat. Want helaas, binnen hetero huwelijken gaat het soms niet goed en met andere constructies ook niet. En ik wil dat zorgvuldig en goed georganiseerd hebben, juist in het belang van het kind. En volgens mij wil dat iedereen.